Mijn lieve Soul Searchers, mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor het hele collectief voor de volle maan in Waterman aankomende 24 juli 23, afhankelijk waar je bent. Volle maan, dus emoties die boven water komen, kan een beetje een emotionele trip zijn. Maar in Waterman is het een hele, ja, Waterman is futuristisch, is ruimdenkend, is open-minded, is innoverend, is precies alsof je meer in contact staat met je toekomstige zelf, waar je naartoe wilt, het grotere plaatje, de gemeenschap, de wereld. Tegelijkertijd hebben we de zon in Leeuw, dat dan weer het tegenovergestelde is, de focus op zichzelf, zijn authentieke zelf uiten, zijn authentieke zelf zijn. Heel creatief, heel gepassioneerd, geïnspireerd, creërend, ondernemend. Dus wie ben jij in het grotere plaatje? Wie wil jij zijn in het grotere plaatje, in het collectief? Wie past er binnen dat collectief voor jou? Waar kun je jezelf zijn? Het kan zijn dat je daardoor inderdaad ook een soort van balans opmaak doet van de mensen die er passen in jouw collectief. En de mensen die er eigenlijk uit zijn gegroeid. Er is sinds december 2020 zijn we in Waterman tijdperk binnengekomen. Dat is een fase waar we jaren over gaan doen. We zijn ook echt een nieuwe wereld aan het creëren. Het oude is aan het afbrokkelen. Dus waar ben je achtergekomen? Wat is jouw nieuwe waarheid sinds eind 2020? En nu is het een beetje een reality check van oké, waar staan we nu? Hoe uit ik mezelf daarin? Hoe kan ik mezelf zijn daarbij? We krijgen ook twee Waterman, volle maan en Waterman achter elkaar. Dus de eind augustus hebben we er nog eentje. Dus er is ook een splitsing. Dus we hebben het nu, dat gevoel dat boven water komt. Dat futuristische, dat ruimdenkende, dat out-of-the-box denkende. En over een maand nog een keer. Dus het is een tweefase traject met daartussenin een nieuwe maan in Leeuw. Die dan weer heel creatief ondernemend is. Dus een hele mooie een balans tussen creativiteit en ruimdenkendheid, vrije geest. Tegelijkertijd een beetje een contrast tussen het zelf en het collectief. Dus een interessante volle maan. De connectie vinden met mensen om je heen. En daarin ook jezelf kunnen zijn, mogen zijn. Er is volgens mij is dat Uranus in stier. Dat heel, die laat zich niet vertellen wat hij moet doen. Die is heel, moet je het zeggen, dwars? Nee. Eigenzinnig. Een leeuw is dat zeker ook. Dus heel erg jezelf leren zijn, durven zijn, kunnen zijn, uiten. Ten opzichte van de mensen om je heen. Buiten de lensjes kleuren wil ik deze reading noemen. Ik ben benieuwd wat het tarot hierover te vertellen heeft. En of dat ook daadwerkelijk de titel gaat worden. Dus dit wordt een algemene reading voor het hele collectief. Neem wat voor je pas, laat de rest liggen. Kijk dan eerder naar alle sterrenbeelden die ik gedaan heb voor de maand juli. En binnenkort voor augustus komen die ook weer online. Voor een wat specifiekere boodschap voor jou, een specifieke situatie. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. En we gaan eraan beginnen. Oh, ik wou nog heel even zeggen. Ik ben bijna aan de 5000 abonnees. Dus ik wil voor mijn verjaardag 1 augustus heel graag de 5000 behalen. Dus like het, dat is super fijn. Alle berichten die jullie ook sturen, ben ik heel dankbaar voor. Maar abonneer je ook. Dat laat mij weten dat je resoneert. Maar dat creëert ook een grotere gemeenschap. Dus dat helpt. We gaan even zien. We hebben serendipiteit nummertje 18. Geluk met het klavertje 4. We gaan richting het geluk. Er wordt, dit kan spreken over een goed nieuws, een iets positiefs dat ineens aankomt waaien precies met de wind mee. Geluk. Overvloed. En we hebben 24, tijd voor een dutje met daar een maan. Tijd voor rust, pauze, bijkomen. Wat ik al zei, het is best wel een emotionele volle maan. Dus neem de tijd voor jezelf. Neem de tijd voor een dutje. We gaan even zien, wat is de huidige energie voor het collectief voor deze volle maan? Ja. Zeg, we gaan toch niet beginnen met een toren en de kracht. Wauw. De kracht, de toren en een 8 van zwaarden. Oké, wat is de uitdaging? Dit ziet er al als een uitdaging uit, moet ik zeggen. Deze.
De aas van zwaarden. Een nieuw begin. Een beslissing. Een communicatie. Dat is het advies alsjeblieft. Dank u. Oeh, het conflict aangaan. Met de vijf van zwaarden. En wat is dan de uitkomst? Ja, dat gaan we niet doen. Wat is de uitkomst van deze volle maan? De zeven van staven, vurige energie en de tien van kelken. Onderop hebben wij de vier van pentakels. Stug vasthouden aan wat voor jou belangrijk is, aan jouw stabiliteit, aan jouw veiligheid, wat jouw veiligheid biedt, aan jouw pentakels misschien. Stug vasthouden, bijna koppig. Dit is wat ik wil, dit is wie ik ben. Dus in de huidige energie, pittige energie, we hebben de acht van zwaarden. Het gevoel vast te zitten, stilstaande energie. Ik kreeg een beetje inderdaad dat gehangene energie voor deze volle maan, waarbij we een beetje het gevoel hebben stil te staan, vast te zitten. Het is niet het juiste moment om te bewegen, om iets te doen. Dit is zelfs denken in beperkingen, beperkende gedachten hebben die dat gevoel hebben vast te zitten. Dit is gelukkig een illusie. Maar die gehangene energie, wat ik hierbij krijg is... het is eigenlijk het universum dat ons een cadeautje geeft. Maar waardoor we tot nieuwe perspectieven kunnen komen. Die stilstaande energie is er niet voor niks. Die wordt zelfs door het universum georchestreerd, wat ik hier zie. Om de dingen op een andere manier te zien. Nieuwe perspectieven, ruimdenkender, out of the box. Niet meer zoals we dat altijd hebben gedaan. Niet meer op dezelfde manier, niet meer met dezelfde gedachten. Volledig anders en daar heel creatief mee leren omgaan. Ik heb dus ook de toren. Goddelijke interventie. We gaan dat zeker eens verder verklaren. De toren kan zeker voor het collectief voor mij absoluut de corona zijn. Dus heb je het gevoel vast te zitten met corona. Door corona wil je iets creëren, wil je iets innoveren, wil je iets doen. Wil je stappen ondernemen richting jouw toekomstige zelf. Die je al gezien hebt, in beeld hebt. Maar is het niet het perfecte tijd ervoor? Heb je in ieder geval niet dat gevoel? Voor mij geeft dit aan dat het misschien ook de bedoeling is dat je nu die stap niet zet. Misschien is er een andere manier, is er een ander doel, is er een anders wat je nu nog niet ziet. Want deze is ook geblinddoekt, die ziet het niet. En ik heb de leeuw. Kracht, leeuw energie. Moed, lef, durf, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen hebben, zelfliefde hebben. We gaan zien. De moed hebben om iets te doen. We gaan het zien, want ik heb hier een uitdaging, een nieuw begin, de aas van zwaarden. Nieuw begin, nieuwe inzichten, nieuwe helderheid, waardoor je beslissing kunt nemen, waardoor je communicatie kunt aangaan en iets nieuws voor jezelf kunt creëren. Maar dat is dus de uitdaging. In het advies hebben wij de vijf van zwaarden. Dit is conflict. Intern conflict, dan wel extern conflict. Ik wilde daar net, zei ik al, van het conflict aangaan, het gesprek aangaan, jezelf uiten. Ook al raken er slachtoffers, zijn er opofferingen die gedaan moeten worden. Je kunt de strijd niet alleen maar winnen. You win some, you lose some. Weet je dat idee? Ik ga zien zo meteen als we verder verklaren. En dan hebben wij de tien van kelken. Geluk na moeilijke tijden. De zon gaat weer schijnen, waardoor we een hele mooie regenboog hebben. Hier is dat met familie, gezin, soul familie, soul tribe. En de zeven van staven. Vechten voor hetgene wat jij juist vindt. Wat jouw waarheid is. Wat jij wilt creëren. Het gevecht aangaan. Het doorzettingsvermogen hebben. Het vuur en de passie hebben om het uit te spreken. Ja, er zijn obstakels, maar je staat er boven en je gaat er tegenaan. En creëert daardoor ook volgens mij je eigen geluk daarin. De geluk na moeilijke tijden. Nice. Goed, verklaar die toren, de huidige energie alsjeblieft. Voor het collectief deze volle maan. Met de maan. Oeh, wauw, de ster. Jee, waanzinnig. Oké.
Ik heb inderdaad best wel wat zwaarden, wat de rationele energie is van waterman, weegschaal tweeling. Luchtenergie, het denken. Maar ja, in het denken zitten ook onze beperkende gedachten, negatieve gedachten, angsten. Ik heb hier dus een hele mooie volle maan in waterman. Maan, gevoelens die boven water komen, angsten die boven water komen. Er is een nieuw begin met de aas van staven. Nieuw begin, vol vuur, vol passie, vol inspiratie. Maar angsten die geheeld moeten worden met de waterman-energie. Zij staat in contact met haar hogere zelf, met het universum. Heeft hoop naar de toekomst, heeft ideeën. Voor sommigen zeker een zelfstandige onderneming hier met de koningin van staven, leeuw, ram, boogschutter, energie, weer al. Ondernemend, creatief, inspirerend, geïnspireerd. Dus ja, er is iets wat jou heel veel lef, moed, durf, doorzettingsvermogen kost. Maar niks wat je niet hebt. Maar er zijn effectief wat angsten die boven water komen. Ik heb hier met de acht van zwaarden. Dit is echt wel een... Wat ik al zei, denken in beperkingen. In plaats van denken in kansen en in mogelijkheden. Oké, je zit vast. Hoe kun je daar nu creatief mee omgaan? Hoe kun je het lot in eigen handen nemen? Oké, we kunnen bepaalde dingen nu niet doen. Of het is misschien niet verstandig om het te doen. Wat kun je dan wel doen? Bedenk out of the box. Oké. De uitdaging is dus inderdaad de beslissing nemen. De overwinning. De communicatie aangaan. Mij ging daar nou iets? Nee. Verklaar de uitdaging alsjeblieft, de aas van zwaarden. Dank u. Wauw. Met de kracht onderop, de acht van zwaarden. Ja. Het kost je moed om uit dat gevoel van vastzitten te komen. Ik heb hier de dood en de wedergeboorte. Een transformatie, het einde van iets, begin van iets nieuws. Misschien om de beslissing te nemen om iets te beëindigen. Of om de beslissing te nemen om iets nieuws aan te gaan. Maar daar heeft ook wel een einde. Ieder begin is een nieuw... Ieder eind is een begin. Maar dus ieder nieuw begin betekent ook dat er eindes zijn. Ik heb hier namelijk ook de acht van kelken. Emotioneel iets achterlaten. De acht kelken waren ooit voldoeninggevend, fijn, prettig. De situatie was top. Maar nu niet meer. Je bent klaar voor iets anders. Je bent klaar om richting de zon te wandelen. Richting de negen van kelken. Dat is een geluk, een droom, een wens die in vervulling komt. Wat trouwens de ster ook is. Je zielsmissie zoeken, op zoek naar je geluk. Maar daardoor ook wel iets achterlaten. Er is hier duidelijk een einde van iets, begin van iets nieuws. En dan hebben we de zegenwagen, vurige energie, boogschutterenergie. De teugels in eigen handen nemen, vol gas vooruit. Dat is de uitdaging. Dit kan spreken over verplaatsing, want het is echt wel versnelling. Beweging. Maar daardoor laat je ook dingen achter. Het is de uitdaging. We gaan eens even zien naar het advies alsjeblieft. Hoppakee. En het zijn een heel mooi drie. Vierde kracht. En de schildknaap van pentakels. Een nieuw begin op materieel niveau voor sommigen. Ja hoor. Oké, we hebben de 10 van pentakels. De 9 van kelken, jawel. Iets achterlaten en op zoek naar je geluk, op zoek naar je droom en wens in vervulling. Dit is hem. Je advies is, vecht ervoor. Ga ervoor. Denk niet in beperkingen, denk in mogelijkheden. De 10 van pentakels is geluk op langere termijn. Het is tastbaar, concreet, huisje, boompje, beestje. Iets, een nalatenschap creëren, iets wat financieel, materieel overvloed creëert. Stabiliteit. Je weet wat jou gelukkig maakt. En nog een 5. 2 vijven. Ja, vijven spreken over verandering. Maar dat brengt dus ook wel stress met zich mee. De 5 van kelken is een rouwende energie. Is staren naar het verleden. Staren naar hetgeen wat er niet is. Niet meer is. Niet mogelijk is. Maar er staan 2 kelken achter jou. En die zijn vol opties en mogelijkheden. Dus als je het vanuit een hoger perspectief bekijkt. Ik vind het zalig als de kaarten mij bevestigen. Zie je dat er... Oké, hetgeen wat je dacht dat je wou,
is het misschien net niet of het is niet het juiste moment. Maar wat kun je wel? Kijk naar het grotere plaatje, ruimdenkend. Met de vijf van zwaarden, dat is een intern conflict. Dat is heel veel gedachten hebben die alle kanten op gaan, behalve de goede. Dat conflict aangaan, kijken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. En dan ervoor vechten. Verklaar de uitkomst alsjeblieft voor het collectief, voor deze volle maan in Waterman. Dat zijn er stukken. Oh. Oké, ik heb hier de koningin van pentakels, maagdenergie. Misschien dat er in september, maagd, wanneer maagd, de zon in maagd is, er meer mogelijkheden zijn. De koningin van pentakels spreekt over zelfliefde, zelfrespect. Het spreekt ook over financiële onafhankelijkheid, materiële stabiliteit. Zij heeft in principe alles wat haar hartje begeert, is daarin onafhankelijk. Heeft niemand nodig. Heeft een bepaalde stabiliteit voor zichzelf gecreëerd. Man of vrouw, maakt niet uit. We hebben de drie van staven. Je horizon verbreden. Hier heb je de plannen al gemaakt. Je hebt het gemanifesteerd. En het is wachten op de juiste timing. Dit spreekt voor mij ook inderdaad uit de comfortabele zone. Ja, het kost je moed. Maar vecht voor hetgene wat je wilt. De vier van staven. Nieuwe stabiliteit. Iets te vieren hebben. Oké. Binnen een relatie. Als er nieuwe passie is binnengekomen. Zijn er onderling de angsten die bovenkomen. Die geheeld moeten worden. Maar er is hier wel degelijk de volgende stap binnen een relatie. Nieuwe stabiliteit. En ik heb de negen van zwaarden. Negen van zwaarden spreekt over kopzorgen. Slaaploze nachten. Wakker liggen. Het is wel al een evolutie. Tussen de 8 van zwaarden gaan we naar de 9 van zwaarden. Dus in plaats van het gevoel vast te zitten, gaan we er gewoon heel lang over piekeren. Ik mag hopen dat het... Want soms krijg je met deze kaart inderdaad je eigen demonen aanvechten. Die kraaien, die representeren allerlei gedachten die je beperken, die je tegenhouden, die negatief zijn, die niet terecht zijn. Vecht tegen die negatieve gedachten. Durf open te staan voor de nieuwe dingen die aankomen. Wel in zelfliefde en zelfrespect voor jezelf, in je eigen onafhankelijkheid blijven staan. Maar er is absoluut iets te vieren. Een nieuwe stabiliteit. Geluk. Dus, en materieel, financieel ziet het er trouwens ook heel goed uit. Dat gaan we niet doen, dat zijn dus te veel. Dat is de boodschap van het universum, alsjeblieft nog. Voor het collectief, de vier van de zwaarden. Dat is die tijd voor een dutje. Zet je zorgen even opzij. Je kunt later een beslissing nemen. En die beslissing zit inderdaad in je uitdaging. Oplossingen die tot je komen tijdens meditatie. Dus neem tijd en rust. Die gehangene energie, die stilstaande energie is niet voor niks. Er is misschien nog een heling die plaats moet vinden. Er is misschien nieuw perspectief, nieuwe inzichten die je nog moet verkrijgen. De behoefte aan meer slaap of aan vakantie. De negen van zwaarden. Ongegronde angsten. Je richten op de slechtst mogelijke uitkomst. Van een mug een olifant maken. Niet meer doen. Kijk naar manifesteer het geluk. In plaats van de beperkingen. En de 8 van kelken. Het verlangen naar meer betekenisvol leven. Beseffen dat het tijd is om door te gaan. En dus ook de beslissing te nemen. Ervoor kiezen om grote veranderingen in je leven door te voeren. Dat is, we zijn zowel persoonlijk, individueel als in het collectief is er gewoon een nieuwe wereld. Wat we aan het creëren zijn, een nieuwe ons, een nieuwe persoon.
Ik ben mijn draad kwijt. Ah ja. Dit zijn geen kleine veranderingen die we aanbrengen. Vandaar dat het ook zoveel angsten met zich meebrengt. Het is wel tijd om dat rustig aan te doen. Maar ik al zei, de volle maan is meestal ook echt een moment om je terug te trekken. Om even dicht bij jezelf te blijven. Omdat het vaak emotioneler voelt. Met de nieuwe maan in Leeuw gaan we naar buiten komen. Gaan we onze creativiteit en onze eigen identiteit uiten. Willen delen. Maar nu is het meer een tijd van bezinning. En je interne conflicten aangaan. Dus. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel dankbaar voor jullie berichten. Ik wens je een bijzonder mooie volle maan in Waterman. Denk out of the box. Kleur buiten de lijntjes. En like, deel, abonneer. Klik op het belletje. Blijf op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik dank je wel voor het kijken. En ik zeg tot snel.